Hoi allemaal, wij zijn de familie Groen. Oftewel de Groentjes. En welkom in deze nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag en normaal hebben we eigenlijk sluiten de vlog altijd af op vrijdag. Maar we hebben de afgelopen dagen eigenlijk niks gefilmd. We zijn gewoon even tot rust gekomen. Zoals jullie weten uploaden wij elke woensdag en zaterdag een video. En daarom willen we wel een video maken vandaag. En deze uploaden. En deze video gaat over hoe wij de afgelopen weken allemaal beleefd hebben. Met de ziekenhuisopname van Myrthe. En dat willen we graag met jullie delen om gewoon een eerlijk verhaal te vertellen. Myrthe die zit in de stoel daar te slapen. Dus die zit er nu eventjes niet bij. Dus we doen het alleen samen zo op deze manier. Ja. Waar beginnen we? Nou, bij het begin. Ja. Dat was denk ik, het begon eigenlijk allemaal een beetje rond Oud en Nieuw al. Ja, dat ze inderdaad niet echt helemaal lekker het adem was. In ieder geval verkouden. Echt heel erg verkouden. In die week van 6 januari was het volgens mij, begin januari. Wat overleg ook gehad met de kinderarts. We zijn naar de kinderarts gegaan. Van ja, vertrouw die ademhalen niet, we zijn er al een half jaar mee bezig. Myrthe lijkt wel de neusamandelen weer terug te groeien. Een half jaar geleden waren we ook al bij de KNO geweest. Die zei, nou, kijk er nog even aan. Een paar maanden terug waren we ook bij de orthopeed in de VU geweest. Om te kijken of misschien die ademhaling ook met de vergroeien te maken heeft. Ze had al even bijna een half jaar een klier die opgezet was in de nek. Ja. Dat is eigenlijk, dus daar moesten we ook continu kijken van, moesten ook natuurlijk in de gaten dat houden. Maar ja, dat, met de verkoudheid die ze toch snel heeft, was op zich niet de aanleiding om... Wel voor de zekerheid, gewoon een echo gepland. Dat stond allemaal al gepland of was allemaal al geweest en afgesproken. Ja. Nou, we hebben kinderarts geweest, die zei, ze is ook niet helemaal fit vandaag, dus... ze was dus ook allemaal niet helemaal fit. Dus ik vroeg de kinderarts van, wil je ook dan even naar haar kijken, hoe het met haar gaat. Alles klonk verder schoon. Ze zegt, ik ga wel weer een afspraak maken bij de KNO-arts op korte termijn. En we bellen even over 2 weken hoe en wat. Nou, prima. Dat ook afgesproken. De dagen daarna, dat was ze woensdag, was Myrthe ook niet helemaal in haar hum en dagbesteding ook. Die zei van, ik weet het niet, ze is zo benauwd en wij zaten ook van mijn vertrouwen niet helemaal. We hebben toen zelfs nog naar de kinderkliniek gebeld, met de longconsulent overleg gehad. Die zei, ik zie nu niet probleem of in waarom nodig is om te komen. Ja, en toen was het dus donderdag op vrijdagnacht. Toen waren we vanaf een uurtje of drie uur wakker. Ja, jij werd wakker van Myrthe. Ja, voor mij was ik om 2:30 al wakker. Maar niet uit. Maar ja, rond een uurtje of drie, ja. En ik vond het gewoon niet meer acceptabel zoals Myrthe aan het ademen was. Wij hebben de spoedpost toegebeld. Ja, meteen een kinderarts gesproken die zegt, kom maar langs. Ja, gelukkig neemt ze altijd wel voor ons aan. Dus we mogen altijd langskomen met haar. Spoedeisende hulp was het overduidelijk dat het echt niet goed ging. Ze was zo benauwd dat ze ook adrenaline gingen vernevelen. Ze kapje opzetten met adrenaline. Want ze dachten dat echt een soort zwelling in de keel was. Wat je ook wel eens ziet bij mensen met een allergie bijvoorbeeld. Ze kreeg ook nog een medicijn die zorgt dat ook op dat moment de zwelling vermindert of afneemt. Dat leek best goed te helpen. Ze hadden voor de zekerheid hadden ze nog van mij de intubatie dingetjes liggen die je dus in de keel kan doen. Op zich hebben we toen ook niet hoeven te gebruiken, maar Het geeft wel aan echt hoe serieus het was. Tot 6:00 ochtends hebben we op de spoed gezeten, dus echt bijna 3 uur lang. 2,5 uur. En daarna werd Myrthe opgenomen. Ja. Met extra zuurstof, toeters en bellen, alles. Zijn vrijdag hebben we als eerste echo gehad voor dat bultje. Ja, maar die hadden we eigenlijk die maandag erop gepland. Klopt, maar die hebben ze vervoegd.
Ja. Dus dat was wel heel erg fijn. Daarna gingen we door naar de KNO. Er was ook specifiek gezegd van de KNO, het is toch verstandig om met Mitte naar de KNO zelf te gaan. Want die met zijn spullen naar de kamer kan komen, dan kan hij al bepaalde dingen niet meenemen. En ja, het is gewoon praktischer dat hij al zijn spullen bij de hand heeft. En het enige wat die man gedaan heeft? Een heel goed gesprek gegeven. Nou ja, goed. Nee, ja, we hebben gesprek gesproken gehad. Met elkaar. Dat was het. Alleen, die man heeft helemaal niet naar Mirte gekeken. Klopt. Niet in de mond, niet in de neus. Eigenlijk gewoon helemaal niet. Alleen gewoon fysiek zoals jullie nu naar ons kijken. Gewoon zo'n gesprekje. Ja. Echt na een paar dagen dachten van, het voelt niet goed. Ja, en dat we eigenlijk op een gegeven moment dachten van, heel apart. We moesten naar hem toe, omdat hij dan zijn spullen had. En uiteindelijk heeft hij dus niks van zijn spullen gebruikt. Het enige wat hij zei is, het heeft te maken met haar slappe ademhaling. Ja. En amandelen kunnen niet teruggroeien. Ja. Dus het voelde toen eigenlijk al niet helemaal goed. Op een gegeven moment was het zondagochtend. Mijn zusje had bij Mirte geslapen. Wij hadden thuis geslapen. We gingen naar Mirte toe. Ze had wel een niet echt lekkere nacht gehad. Ze had een slechte nacht gehad. Heel onrustig geslapen. En toen kwamen we aan. En toen keken we elkaar aan. We keken Mirte aan. En van... Ja, ze was nog aan het slapen. Maar het was net als een soort van... Ja, wat was het? Afwezig was. Eilen. Ja, het gevoel van eilen. Dat was er niet het doel, maar in ieder geval daar leek het op. Waarvan ik dacht van ze moet gewoon wakker worden. Want we wil kijken dat als ze wakker wordt of ze dan de boel... een kreun ook. Ja, of ze de boel weer zelf oppakt. Of dat iets anders aan de hand is. Nou, ze werd wakker, maar het werd inderdaad eerder erger dan minder erg. Nou, ze werd gewoon echt gewoon nauwelijks wakker ook. En volgende moment denk ik, we belden dus op een knopje, gewoon een normale knop. En, zusje was al weg inmiddels. Ja, en volgende moment denk ik dat een beetje alle artsen die konden van de afdeling er waren. Ja, dat was ook wel zodanig heftig dat al de materialen die voor nood gebruikt kunnen worden van inderdaad die intubatie set tot aan hartmassagespullen die op de gang klaar stonden. Echt heel heftig. Het ging voor een tijdje qua adrenaline goed, omdat je gewoon de artsen een soort van opgang wou houden van dit kennen we van Mirte en ze ook duidelijk maken van ze is er nu veel erger aan toe dan toen ze in het ziekenhuis kwam op de spoedpost. Maar tot echt iedereen bij ons stond en ze hadden heel alarmbellen, woorden als reanimatie. Meteen over het AMC bellen. Dus intensive care, was alles. We hebben echt flink gehuild. Ja. Dan willen we heel eerlijk. We hebben allebei echt heel erg gehuild. Ja, dat komt ook wel omdat je komt op een situatie daar waarvan je echt denkt van het zal toch niet dat je kind gaat kwijtraken op zoiets. Heel hard gezegd. We hebben echt gedacht dat we het kwijt zouden raken. Ja, op dat moment wel, ja. Dus Dat doet weer gewoon iets met ons allebei. En ik denk wel dat het goed is om dit te delen, omdat dit een deel is van ons leven. Dit hoort erbij. Ja. En het vloggen helpt ons ook weer bij het verwerken, merken wij. Toen artsen waren, konden we nog redelijk droog houden. Toen moeder kwam, toen braken we allebei helemaal. Ja, ik voelde gewoon sowieso al aan, want ik had haar moeder gecontact. Ik zat met Mirte op bed. Dus ik had gewoon het gevoel van het is gewoon goed dat er even nu iemand bij naast ons is die misschien net even wat helderder dan ons kan denken. In de zin van hoe meer die regels na kan denken inderdaad. Dus dat was wel heel erg fijn en dat was eigenlijk ook wel één kant slikken, maar ook wel heel erg blij. Ondertussen had je ook wel adrenaline gekregen. Ja. wat ik ook nog heel veel wilde delen en daar ben ik zo dankbaar voor is dat op dat moment er... drie verpleegkundigen waren die ons ook al kennen. Ja. Die waren ook in een kamer aanwezig. Ook degene die dus niet op de gang stonden, maar die ons kennen. En echt zo'n een van die verpleegkundigen een arm om ons heen legde van... Het is goed, we gaan jullie hier terugzien. We weten zeker, vecht ervoor en laat de tranen gaan. En dat was zo bijzonder van... Nee, dat hadden we gewoon allebei even nodig. Ja. Het allermooiste is nog, ik zat met Mirte dus op de brancard met die... ambulancebroeders om me heen. We reden de gang op. En er stond gewoon alle personeel klaar om ons uit te zwaaien. En dat was zo, ik vind het nog steeds zo bijzonder van hoe betrokken de kinderafdeling van het Flevo ziekenhuis met ons is. Dat iedereen klaar stond om ons sterkte te wensen. En ze van jullie komen hier terug.
We weten het zeker, we denken aan jullie. Of terug naar Flevo of naar huis even. Precies dat dus. Nou ja, dan de rit in de ambulance. En ik zat in mijn lance, Matthijs is met mijn moeder, met onze auto en met Ros toe. Want dat past natuurlijk niet in de ambulance. Weggereden. Ambulance ging me toeten ze bellen. Echt, maar toeten ze bellen, sirenes. Dus voor mij waren jullie in 10, 12 minuten in de AMC vanuit Almere. Hoe ze het hebben gedaan, geen idee, maar... Dan, ja, op zich is Almere Amsterdam kort, maar... En in de ambulance, zodra we een hobbel overgingen... Heerte kwam nu weer bij van het lachen. Het leek alsof of ze zoiets had van... Hey, ik ben in goede handen of zo, weet ik veel. En ze begon te lachen. Deze meid heeft dus uiteindelijk maar één nachtje gelukkig in het deskcare gelegen. Ik ben toen bij Mirthe wezen slapen. Matthijs is in het Ronald McDonald huis geslapen. Echt dikke shout-out naar het Ronald McDonald huis dat dit bestaat. Nog op de IC is de KNO ook nog geweest. Dat zijn we even vergeten. Die constateerde wel grote amandelen. Dat was zo'n... Zie je wel, we hebben gewoon al die tijd gelijk gehad. Daar waren helaas toen wat misverstanden over geweest. Hij niet goed verteld dat mocht inderdaad Mirthe virus hebben. Dat ze eruit moet zieken. En pas een maand later nog een keer op de polykliniek wilde gaan kijken. Ja. Daar waren wij en de kinderartsen van het AMC en de kinderartsen van het Flevo ziekenhuis er absoluut niet mee eens. Omdat wij zien nog steeds dat Mirthe knort. Echt. En dat heeft niet alleen met de slappe spieren te maken. Echt weer een beetje opgeknapt en was eigenlijk te goed om nog op de intensive care te blijven. Ja. Ze hebben maandagavond naar de gewone afdeling gebracht. Het was wel heel heftig en we waren zo blij dat Mirthe weer naar de gewone afdeling. In het ziekenhuis bleek dus dat Mirthe twee verschillende virussen heeft opgelopen. Ja, weet je een BOCA-virus en adenovirus. We gaan er niet over uitweiden, zoek het lekker op wat het precies inhoudt. Ja. Dus woensdagochtend zijn we weer met sirenes, maar dit keer niet met nou ja, wel met spoed, maar dat kwam om vanwege de hoeveelheid zuurstof die Mirthe op dat moment nog nodig had. En daar is Mirthe geleidelijk aan opgeknapt. En er is heel veel overleg geweest met het AMC over de KNO. Zo. Nou, even heel wat struggles later. KNO heeft overleg gehad met de kinderartsen in het Flevo en alles. En hij is dus inderdaad tot het besluit gekomen dat we pas 10 februari er mogen komen. Ondertussen zat Mirthe nog steeds aan de Optiflow. De zuurstof die was zo langzaam maar zeker aan het afbouwen. Maar ook steeds onderzoeken over haar bloedgassen, wat niet juist was. Er waren wat twijfels over hoe dat nou weer zat. En die waren dus, ze had te weinig zuurstof en juist te veel... vuile lucht kreeg ze binnen en niet voldoende zuurstof. En dat is waarom het daarna nog zo lang duurde, terwijl ze eigenlijk al helemaal de ouder was, dat we weer naar huis mochten. Wel merkt wanneer ze weer thuis in haar eigen bed, als de eigen omgeving, de eigen geuren en het ziekenhuis. Want dat had jij toch door toen woensdagavond daar in bed hadden gelegd. Ja, toen legde ik midden in bed. Dinsdagavond. En toen was het gewoon dinsdagavond trouwens. Een hele grote pret was het. Dus ja, ze voelt wel degelijk aan dat haar kamer of haar bed is qua gevoel. Maar waar ze natuurlijk het meest van hebben van het gevoel. Ja, wat het nou met ons heeft gedaan. We zijn gesloopt nog steeds. Heel erg moe van al die dagen. Wij zijn zelf ook ziek geweest. We hebben dus op Instagram ook gevraagd of jullie nog vragen hebben over de ziekenhuisopname. Sommige dingen hebben we net eigenlijk al een beetje gedeeld. Er wordt voornamelijk gevraagd hoe het met ons gaat en hoe het met Mirthe gaat. We hebben net al een beetje verteld, wij zijn heel erg moe. Met Mirthe gaat het eigenlijk heel erg goed. Die is echt vrij vrolijk. Slaapt heel goed. Heeft de 3 nachten echt al doorgeslapen. En nu is het afwachten op de oproep voor de KNO. Want de volgende vraag was wanneer gaan die neusamandelen eruit of is ze al geopereerd? De amandelen gaan er nog niet uit. Eerst moet er dus nog weer opnieuw naar gekeken worden. Ja. Hoe hebben jullie Mirthe kunnen verzorgen? Samen met de verpleegkundige? Merendeel doen we eigenlijk altijd zelf. Ja. Dus de handelingen, alles is voor haar voorspelbaar. Het is fijner dat er gewoon mensen zijn die haar kennen en haar verzorgen. Op haar vertrouwen meer. Ja, en waar nodig konden wij dan even de hulp inroepen als nodig. Van de verpleegkundige en zo, ja.
Hoe doen jullie dat financieel met deze situatie? De meeste kosten in zijn gezitten zijn de ritjes naar het ziekenhuis, dus de benzinekosten. Ook al is het maar klein, maar heen en weer is veel. En de parkeerkosten. Ja. We waren ongeveer 10 euro per dag kwijt. Reken maar uit als je 12 dagen in het ziekenhuis ligt. Ja, ook het ziekenhuis eten. Dan zijn we er ook wel zwaar in ontlast door de familie en vrienden, zoals we vertelden. In het ziekenhuis heb je geen mogelijkheid om lekker vers eten te koken. Dus ga je toch snel halen bij kant-en-klaar of het restaurant van het ziekenhuis of dat soort dingen. Maar gelukkig zijn ook heel veel familieleden die voor ons eten hebben meegebracht. Ja, dat heeft zeker geholpen. Waren er ook klinieklowns voor Meerte? Ja, die waren er ook. Bij het AMC waren ze langs geweest. Flevo ook. Of Flevo ook. Kijk. Dus. Hoe hebben jullie dat met jullie werk geregeld? Laat vooropstellen dat beide bazen van ons onze situatie zeer goed kennen. En ook daarin heel erg meegaan. Dat wil niet zeggen natuurlijk dat het even makkelijk is altijd. Dus we proberen beide bazen wel zoveel mogelijk te helpen door ook zelf mee te denken aan oplossingen. Ja, en hoe hebben we dit volgehouden? We hebben denk ik ook een paar keer aangegeven door lieve vrienden en familie die ons steunen. Veel met elkaar praten. Tranen laten gaan wanneer die moeten gaan. Voornamelijk dat. En alle lieve kaartjes van jullie hebben ook echt ook heel erg goed gedaan. Eén vraag is dus ook, waren jullie bang? Nou, we zijn zeker twee momenten heel bang geweest. Ja. Met de eerste in het ziekenhuis kwamen en de tweede was het moment dat... Dat ze nog slechter was dan... Dat we naar de intensive care moesten. Ja. Maar we hebben geprobeerd om toch jullie heel eerlijk te vertellen wat er gebeurd is. Hoe wij het ervaren hebben. En dat is ook meteen het einde van deze vlog. We willen jullie nogmaals super bedanken voor alle lieve kaartjes, voor lieve woorden, voor alle berichtjes. We hebben hier een hele mooie wand nu achter ons, zo even laten zien. Met alle kaartjes die we gekregen hebben. Voor nu zeggen we bedankt ook weer voor het kijken naar deze vlog. Geef een blauw duimpje als je net zo blij bent zoals wij zijn, dat Meerte weer thuis is. En als je de vlog interessant vond. Als de vlog interessant vond, de... Nee, maar grapje. Dat moet gewoon... Nee. Ja. En wil je ons blijven volgen? Wil je op de hoogte zijn wanneer de vlogs online komen? We hebben geen vaste tijden. Wel vaste dagen, geen vaste tijden. Abonneer op ons kanaal, dan ben je als eerste op de hoogte. En we zeggen tot snel. Jo. Doei doei!